De Internationale Arbeidsorganisatie ILO zet zich in voor effectiever en inclusiever arbeidsbeleid. Om dit verder vorm te geven vandaag, is vandaag een tweedaagse workshop gestart in de bankethal van Hotel Torarica, waar vertegenwoordigers van de overheid, vakbonden en het bedrijfsleven in dialoog zijn om de samenwerking te versterken en de impact van arbeid en sociaal beleid te vergroten. Het verbeteren van onderhandelingstechnieken en het bevorderen van een inclusieve sociale dialoog stonden centraal tijdens de eerste dag van deze workshop. Glenn Pirou, voorzitter van de Nationale Commissie Decent Work, benadrukte dat sociale dialoog bepaalde technieken vereist van degenen die betrokken zijn in dit proces. Kamlesh Ganesh, Deputy Director VSB, benadrukte dat sociale dialoog kan bijdragen aan het richtinggeven van de ontwikkeling van Suriname. Naar mijn weten zijn wij de afgelopen jaren zijn we wel bezig met sociaal dialoog op verschillende niveaus. Maar ik kan me niet herinneren dat we echt getraind zijn en gesproken hebben over sociaal dialoog, de technieken en hoe het zich verhoudt tot andere tripartite activiteiten of bipartite activiteiten zoals collectieve onderhandelingen. Er is een verschil. At the end of the day hebben wij in Suriname, zijn wij in Suriname in de positie om die ontwikkelingen die wij hier allemaal meemaken zelf te gaan sturen. En ik wil graag dan stressen namens het bedrijfsleven en daar ook de andere twee partners erop wijzen dat die ontwikkelingen uiteindelijk door ons bepaald moeten worden, ondanks wij die internationale bewegingen zien. En om ervoor te zorgen dat wij die ontwikkelingen zelf kunnen helpen sturen, is het belangrijk dat we ergens wat tools in handen hebben om daarmee die bewegingen uiteindelijk richting te kunnen geven. Arman Sunder, woordvoerder van Rafaxur, vindt dat er nog veel werk verzet moet worden als het gaat om sociaal dialoog. Minister Steven McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken is die mening ook toegedaan en benadrukte dat sociale dialoog de basis is voor gezamenlijke ontwikkeling. Sociale dialoog is een instrument. Het is een instrument dus dat je kan gebruiken bij de ontwikkeling. En het punt is dus dat wij allemaal wel kunnen zeggen dus dat sociale dialoog meer voordelen heeft dan nadelen. Vaak wordt het gebruikt om conflicten op te lossen. Dan komen partners bij elkaar en dan wordt het verbreed. Maar sociale dialoog kan ook gebruikt worden als een instrument voor ontwikkeling. Het is inderdaad zo dat we in Suriname toch wel aspecten hebben van sociale dialoog. Sommige fungeren goed. Ik zou zeggen AAC fungeert goed. Staatsraad fungeert goed. En zo zijn er wat instituten, tripartite instituten, die toch wel goed fungeren. Maar als we kijken overal naar sociale dialoog in Suriname, dan moeten we toch wel tot de conclusie komen dat we toch nog heel veel kunnen leren over sociale dialoog. De focus lag onder andere op het aanpakken van belangrijke uitdagingen zoals de overgang naar een duurzame groene economie en het verbeteren van de rol van sociaal dialoog bij beleidsvorming. Door deze gezamenlijke inspanningen hoopt de organisatie niet alleen de kwaliteit van werk in Suriname te verbeteren, maar ook bij te dragen aan betere doelen van sociale rechtvaardigheid en fatsoenlijk werk. De workshop wordt morgen afgesloten.